Because he, the zogenaamde paladin. What's the difference between the paladin and the M109? Just an improvement on the series. There were so many were made of this. It was a very commonly used vehicle. Lots of armies. Each army tended to upgrade it to their own standard they needed. En ook weer een variant op de Leopard, hetzelfde onderstel, bijna hetzelfde. Dat is de PRTL Cheetah. Een vorm van artillerie, wat is de luchtboelartillerie? Je ziet het zoek- en volgradar. Het zoekradar dat zit dan bovenop en het volgradar dat zit voorop. Die kan dan uitgeklapt worden en dan beweegt dat zo. Hij kan alleen vuren vanuit de stilstand, dus niet zo dat hij rijdend vuurt. Het is voor laagvliegende doelen. En in 4 seconden kan de hele koepel 1 keer ronddraaien. Dat gaat behoorlijk snel. Kijk, er gaat een klepje boven de chauffeur. En dan gaat hij dus draaien. Dat is voor de veiligheid. Dat dus niet kan gebeuren met de chauffeur. Want het zou je maar gebeuren dat hij draait. En jij zit daar met je hoofd. Daar moet je ervan denken. Het is net zoals de panzerinfanterie en de gemechaniseerde artillerie. De tanks die doen een snelle opmars en dan moet je met de artillerie in de band en dan kun je met de mee kunnen komen. En zodat je dat niet gelukt krijgt. Deze van de jaren 70 en echt wat een geluid overgenomen. Overstelbaar. Kom in de jaren 70 en is er dus eigenlijk 10 jaar geleden uitgegaan en onlangs pas verkocht aan de Jordanië. In 2002 zijn ze tussentijds nog doorgemodificeerd. Dan zijn ze dus Cheetah gaan heten. Oorspronkelijk heet ze Cheetah. Maar die naam heeft hij eigenlijk in de laatste fase bij de komende van de landmacht gekregen. Kenbaar aan de driekleurige camouflagepatroon. Deze is nog even groen. Dit is nog een pruttel. Maarten, wat kan jij verrukken van de pruttel? Zoals de pruttel in deze situatie rijdt, kan je natuurlijk niet op vliegtuigen schieten. Het is wel spectaculair om de radar te zien draaien, de toren te zien draaien. Maar je kan op deze manier natuurlijk geen vliegtuigen onder vuur nemen. Daar moet je dus altijd voor stilstaan. Maar het wapensysteem wat we op de PRTL hebben, dat is een dubbelloops 35 mm Unicorn kanon uit Zwitserland. Dat is zeer effectief, effectief tot ongeveer 4 km afstand. Wat je ook ziet aan het eind van de loop is dat er een soort opening zit aan die loop. En daar zit een elektronisch systeem in om de snelheid van ieder schot te meten. En dat betekent dat we automatisch tijdens een vuurstoot het schieten nog nauwkeuriger kunnen maken daardoor. Het zijn twee 35 mm Unicorn snelvuurkanonnen. En dan verschilt hij van zijn Duitse broertje of zusje, zoals we het wil zien, de Gepard. Het is een Nederlands-Duitse ontwikkeling. Alleen de Nederlandse versie die had dus Nederlandse radarapparatuur van Holland Signaal. En dat herken je aan het radar bovenop. Dat is een beetje recht en rechtvormig. En de Duitse Gepard versie is paraboolvormig. Nu is het onderstel vrijwel gelijk aan de Leopard 1, zij het niet dat die een klein beetje langer is. Tussen de middelste loopwielen zit iets meer tussenruimte, het is maar een klein detail, dat kunt u zelfs hier nu zien, dan bij een gewone standaard Leopard 1 onderstel. Stroomvoorziening, een eigen aggregaat nog aan boord om de hoogspanning voor de radar te kunnen opwekken. Die staat nu niet echt aan, hij beweegt alleen wel, maar dat levert wat stralingsgevaar op.